Oh. Hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze Norg-vlog. Ja, wat vind je zo mooi aan het concours in Norg? Ja, het concours in Norg, dat is een van de mooiste concoursen van Nederland. Voor mij is het extra speciaal omdat het ook mijn thuisconcours is. Dat je eigenlijk, ik woon al nu dan hier in Eén, maar we hadden het eigenlijk altijd in mijn in de achtertuin. Ja, het is een concours wat fantastisch georganiseerd is op een fantastisch veld. Met een fantastisch publiek. Ja, het is gewoon zo sfeervol. Het is fantastisch, mooi aangekleed. Ja, mijn paarden lopen er ook eigenlijk altijd. Ja? Ja. Ja, wat moet je er nog meer zeggen? Ja, duidelijk. Ja, ja, top. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Ja, zeker. Kijk, alles valt en staat tegenwoordig met mensen die de schouders eronder willen zetten. Die op een positieve manier de sportbedrijven, maar ook willen organiseren, durven organiseren. Er is altijd veel geld voor nodig. Ja, het concours Norg is daar wel een voorbeeld van, wil ik toch even gezegd hebben. Hè. De voorzitter van Zonneveld die is kort geleden overleden. Maar er zijn er toch weer mensen die het weer oppakken en dat voortzetten. En we moeten met elkaar wel uitkijken dat we dat behouden. Hè? Want we verliezen best wel wat concoursen. We verliezen best wel wat stallen. Maar we hebben een fantastische mooie sport. En we moeten zuinig zijn op de mensen die zich daar hard voor maken. Ja, dat ook nog. Goedemorgen. We hebben net de koffie op. En we gaan nu straks even met de dierenarts de merrie scannen. Deze beste man die is net gekomen met zijn merrie. Die gaan we op 18 dagen testen, als hij drachtig is. Hij heeft, vorige week was hij hier ook al met een merrie die was drachtig bevonden. En vanmorgen gaan we even kijken als deze merrie ook drachtig is. Maar Piet, we staan hier zo, maar wat vind je zo mooi aan tuigpaarden? Nou, moet luisteren. Ik wil maar zeggen, ik heb altijd in de paardensport gezeten. Maar vanaf huis uit hebben wij dus altijd wel paarden. Maar ik ging altijd mee met als ruiter, weet je wel. Ik wil me zeggen later met mijn kinderen in de ponies. Maar op een gegeven moment dan krijg je leeftijd, dan ga je kon je niet meer op paard komen. Dus wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je op een karretje zitten, weet je wel. Maar goed, ik wil me zeggen, maar dan zit je in die menssport. Maar als ik eerlijk zou wezen, dan vind ik die menssport, die bevalt me niet zo. Want ik vind daar een stukje verruwing in zitten. En als ik dan weer naar de tuigpaard sta, dan geniet ik van die paarden. Ik wil me zeggen, en dan zie ik die prijswinnaars daarvoor dat publiek langslopen. Hè, en dat enthousiasme van het publiek. Dan zie ik die tuigpaarden, die zie ik reizen. Dan denk ik, jongen, hè, dat die beesten dat aanvoegen. Dan begin je hart een klein beetje harder te kloppen. Ja, helemaal. Nee, jongen, dan krijg ik kippenvel. Ja, dat is werkelijk waar. Ja, dat vind ik zo geweldig mooi. En vandaar dat ik, nou, ik sla wel eens een concours over. Maar als het een beetje is, dan ben ik er. Kijk, ja? Zulke mensen moeten meer weten. Ja, gaat u ook naar het concours in Norg? Ja, zeker. Nou, dat mist natuurlijk nooit. Hè? Ik wil maar zeggen, nee, dat, ik zou niet denken dat ik ooit een keer gemist heb. En wat vindt u zo mooi? Nou, daar heb je precies hetzelfde weer. Ten eerste, dat enthousiaste volk wat er ook is, weet je wel. Ik wil maar zeggen, en dat programma ook. Het is een gevarieerd programma. En de avond, hè, dat is ook nog een stukje extra erbij. Weet je wel? Maar Norg, jongen, dat is. Nou, dat vind ik gewoon het hoogtepunt van de tuigen hier in het noorden. Ja. Laat ik het zo stellen. Ja. Ja? Dus je hoort het, Norg mag je niet missen. Nee. Je moet naar Norg. Nee, Norg mag je niet missen, beslist niet. Nou, ik sta hier bij Jan Roosevelt. En Jan Roosevelt rijdt ook met tuigpaarden. En hij gaat ook rijden op Concours Norg. Jan, wat vind je zo mooi aan Concours Norg? Ja, Concours Norg, dat is natuurlijk het concours waar je wil rijden. En de hele entourage. En, iedereen kent Norg, de sfeer. Het is gewoon super om te rijden. Oké, okay. En doe je ook nog speciaal voorbereiden op zo'n mooi concours? Is het nog extra goed gaan? Nou, dat doe je natuurlijk altijd. Ja. Ja. Jongens, wat vinden jullie van Norg? Een topconcours! Top! Kijk. 24 juli, Nationaal Tuigpaardenconcours. Aanvang 4 uur in Norg. Wees erbij.